drie maanden reis. Dames en heren, we naderen station Groningen. Eindbestemming van deze trein, station Groningen. Nou, dit is een heel ervaring. In Grand Canyon ook, een paar dagen op zee. Je hebt er wel foto's van, maar dan moet je verder dan niet. Nee, niet. Dan laat je iemand een foto zien en zeg je, oh, nu zit allemaal uit. Maar je moet er gewoon geweest zijn. S'morgens vroeg de zonsopgang gezien daar. Ja, dit is wat grommig, ja.
zeggen, ik wil je eerder aan de gaf. In feite dan, je komt er bijna overal. Dan is het vaak in, dan ben je nog twee keer in Amerika geweest, maar dan is het, ja, in Europa, dan kom je dan wel eens wat. In Spanje en Italië ben je wel geweest. Oostenrijk, Zwitserland, dit allemaal wel. Het laatste, toen is mijn vriendin, die is nog naar Amerika gegaan, want haar vader was niet zo goed. En nou is een beetje wat, ik zoek een mooi prijsje uit. Dus had ik een vlucht voor €305 van Amsterdam naar Los Angeles. Ja. Maar dat is gewoon dan echt op internet veel kijkers. Dat zijn van die air hitsjes. Zou ik je ook inschrijven? Dan schrijf je gewoon in en dan zeg je: nou, ik wil naar van Amsterdam naar Los Angeles. En ik wil niet meer dan €300 vooruit geven. Op een gegeven moment dan komt het er wel te staan. Zo. En dan krijg je ook een mail dat er dus plaats is. En dan moet je gelijk beslissen. Ja. En dit was een veiling waar ik mee deed. Een veiling van plaats? Ja. Ja. Dus soms gewoon een veiling, want er vliegt er niet voor. Dan doe ik een veiling. Anders zit er voor misschien wel €600. Ja. Ik had voor mijn vriendin en haar moeder, die was hier